Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie de opgemaakt video. Dit is alles wat ik verzameld heb sinds eind januari. Eind december. Eind januari zou wel heel snel zijn. Eind december. In de vlogs, de wintervlogs, adventvlogs, heb ik dagelijks laten zien als ik iets had opgemaakt. Dus mocht je dat gemist hebben, moet je die even allemaal gaan terugscrollen. Ik weet niet meer precies wanneer ik wat gezegd heb. Maar in elk geval, daar heb ik dus wel dingen laten zien ook. Maar vanaf nu dus weer gewoon tot het einde van het jaar een vaste opgemaakt. X aantal keer per paar maanden. Ik probeer het niet te vaak te doen, maar ik ben gewoon een badpersoon. En ik maak heel veel producten op. Dus we gaan er gewoon heel snel aan beginnen. Let's go. Oké. De story dat ik ziek ben geweest ga ik niet meer te groot herhalen, maar het heeft ook wel invloed gehad op mijn producten die ik in bad heb gebruikt. Zoals heel veel dingen met eucalyptus. Deze knijp badparels met eucalyptus die ik... Ik ga even het licht toch een tandje minder zetten, want jullie zien niet wat ik laat zien. Heel fijn product, heel luchtwegen openend. Alleen toen ik echt op mijn slechts was en geen geur had, rook ik zelfs deze niet. Dus je kan je voorstellen, dit is heel heftig. Maar ik rook ze niet. Maar dit samen met die douchegel ervan is een heel fijne combi van Knijp. Profiteer ervan als ze 1 plus 1 staan bij Kruidvat of welke drogisterij dan ook. Want echt topspul, vrij duur, maar wel heel goed. Aansluitend ook. Ik weet niet of ik er 2 had. Nee, eigenlijk niet. Ik dacht dat ik er 2 had, maar toch niet. De Zwitsal bad en douche. Ik had er wel zo 2. Of had ik die al in de... Van heeft mijn moeder hem achter mijn rug om weggegooid. Maar ik had echt het idee dat ik er zo 2 had opgemaakt zelfs. Zwitsal, eucalyptusbad en douchegel. Maar ik had al verteld dat deze dus minder geworden waren. Nieuwe ingrediënten. Nou ja, ik merk het. Het is niet meer zo sterk als het vroeger was. Helaas. Dan heb ik hier een shampoo en een conditioner. De Keratine Repair van André Long was een heel fijne lijn. Maakte mijn haar heel zacht, heel glanzend. Door de keratine die erin zat. Dus heel fijn spul dit. Dan heb ik nog badkristallen. Maar van Rituals heb ik ook vaker gehad. De Sleep van de Ritual of Jing lijn. Heel fijne badzout is dit ook. Het geurt echt enorm hard. Heb ik deze week nog opgemaakt en de badkamer was echt 1 grote spa, nog zelfs 2 uur daarna. Zo heftig ruiken deze. Ik vind ze gewoon een heel fijne geur, maar je vindt ze zo moeilijk. I don't know. De badzout vind je veel moeilijker dan de geur, gewoon de lijn als in badschuim, zeepjes, gewoon. Deze is heel moeilijk te vinden, dus ik ben benieuwd of ik hem nog een keer kan opnieuw kopen of niet. We gaan het zien. We blijven bij Rituals met een mini van de Ritual of Mare. Dat is een setje wat ik van mijn moeders tante gekregen had op oudejaarsavond. Met een mini douchegel erin. En dit is een heel fijne geur, maar ja, zo'n mini is gewoon heel snel op. Die grote flessen gaan zelfs vrij snel op, dus ja. Een kleintje. Dan blijf ik in de categorie douchegel met de Harmony. Van Kruidvat. Dit is de cheap versie van die gele lijn van Rituals die je net zag. Orange Blossom en Cedarwood. Fijne geur. De cheapie versie van Rituals. Dus budget tip voor wie hem wil. Dan heb ik eindelijk deze tube masker opgemaakt. De Freeman Anti-Stress Clay Mask met Dead Sea Minerals. Het is een heel fijn masker. Ik weet niet eens of het nog te koop is. Want Freeman, dat is echt een tijdje zo'n hip masker geweest. Maar ik weet dus niet of het nu nog te koop is. Het enige nadeel aan deze vind ik als ik hem iets te dicht bij mijn ogen doe. Dus normaal doe ik mijn masker hier en dan zo boven mijn wenkbrauw. Maar ik had hier heel snel geïrriteerde ogen van. Dus van het minste dat het een beetje te dicht bij mijn ogen kwam, dan moest ik het echt weghalen met een sponsje. En dat was dus beter, want ik bleef maar tranen. Ik kon met moeite mijn ogen open houden. Dus dat was een nadeel aan deze, maar hij werkte wel heel goed voor mijn huid. Dus... Ik heb hier heel lang mee gedaan met deze tube. Het is ook heel dik masker. Je hebt er niet zoveel van nodig per keer dat je pakt. Maar het zijn wel heel fijne maskers. Dus, maar ik weet niet of ze nog te koop zijn. Dan thema holiday.
Deze kleine sneeuwman heb ik opgemaakt. Dat was zo'n cheapy zeepje wat ik had zien staan bij Kruidvat. Ik had hem ook voor mijn moeder gekocht. Die zal hem waarschijnlijk volgend jaar gebruiken, want die heeft hem nu nog niet gebruikt. Een heel cheapy zeepje zat hierin. Ik heb het vaak als badschuim gewoon gebruikt. Ja, maar ik vond het gewoon zo schattig staan in de badkamer, zo'n sneeuwpopje. En dan, ja, heel cute. Dan even kijken, wat hebben we nog? Dit ook nog bad. De Rituals, Ritual of Hammam. Bad oil met eucalyptus. Ik had deze gekocht in de gedachte dat hij meer eucalyptusgeur zou zijn. Maar het is best wel een neutrale geur die eruit komt. Dus was ik een klein beetje teleurgesteld van. Maar deze olies zijn wel heel fijn. Maken je huid niet al te vet. Ja, op dat vlak vind ik ze dan wel weer heel fijn. Qua geur had ik er meer van verwacht. Maar hoe ze achterblijven op je huid is het wel heel fijn spul. Deze. Dan komen wij mijn eerste Bath & Body Works product dat ik heb opgemaakt. De Twisted Peppermint Shower Gel van de kerstlijn. Dit vond ik de enige lekkere geur van de kerstlijn. Eerlijk. Het is een heel fijn merk. Ze hebben heel fijne geuren. Maar van heel veel dingen was ik toch ook wel teleurgesteld toen ik de winkel inging. Dat ik dacht van, ik ga op elke geur hier verliefd zijn. Maar echt, 5 van de 10 geuren die ik rook, vond ik gewoon niet lekker. En dat geldt ook voor de kerstcollectie. 1 geur op de 5, denk ik, waren het er, vond ik echt aangenaam kerstgeur. En dit was dus heel fris, peppermint, een beetje candy cane inderdaad. Ik heb er wel heel lang mee gedaan. Ik heb hem letterlijk gisteren opgemaakt. En ik heb hem echt de hele kerstperiode bijna elke dag gebruikt. Dus dit zijn duurdere zeepen. Je betaalt bijna 15 euro, tussen de 10 en de 15 euro volgens mij voor een fles. Van 300 milliliter, even afgerond. Maar je doet er gewoon fucking lang mee. Omdat het zo geconcentreerde zeep is die, ook al ik pak dezelfde hoeveelheid als ik bij andere merken pak, maar ja, ik weet niet, je doet er gewoon veel langer mee. En je hebt ook iets minder nodig, omdat ze zo geconcentreerd zijn. Dus het is echt wel zijn geld waard om een keertje bij een duurder merk als Bath & Body Works zeepjes te halen. Dat was een heel lange uitleg voor 1 zeepje. Maar ik ben heel erg fan van Bath & Body Works. En het volgende is er ook van. Zo heb ik er al meerdere opgemaakt van de handzeepen. Ik praat even over de handzeepen in het algemeen. Dit was de Sweater Weather. Maar dit zijn de foam handzeepen. En dit is gewoon echt goed spul. Als in, je pakt 1 pompje en het is meteen foam. En je doet hier zo ontzettend lang ook mee met zo'n fles. Ook weer 10 euro voor een fles handzeep. Wat, ja, als je naar Action gaat, heb je 10 flessen voor die prijs. Maar het is een beetje als die Dreft-reclame, weet je. Dan zeggen ze ook, je hebt 10 flessen van de goedkoopmerk. En in die tijd doe je met 1 fles Dreft. Nou, echt exact hetzelfde met dit. Ja, je doet er gewoon ontzettend lang mee. Het verzorgt je handen ook nog eens supergoed. Het ruikt lekker. Ja, welke geur je ook hebt van deze. Ik heb nu nog 2 kerstgeuren in gebruik. Ik heb al een keer de Cherry Blossom van deze opgemaakt. Het zijn gewoon super fijne handzeepen. En dat wil ik even. Ik heb deze ook gisteren toevallig 2 producten van Bath & Body Works gisteren opgemaakt. En ik dacht hem weg te gooien. Maar ik dacht nee, ik moet hem echt even in mijn opgemaakt stoppen. En laten zien dat dit toch echt wel goed spul is. En zijn geld waard is. Dus het zijn kleine investeringen. Vooral als je niet veel budget hebt. Maar it's worth it. Ja, dan gaan we verder met, ik heb parfums opgemaakt. Wacht hoor, deze 2 parfums heb ik opgemaakt. Dit was mijn doel om op te maken. Daar ben ik vorig jaar ergens november mee begonnen. Toen dacht ik, deze staat hier al zo ontzettend lang. Dit is van, van de Primark nog geweest, de Mermaid parfum. Het was een heel lekker geurtje, maar niet iets wat ik zeg maar ga opdoen als ik echt wegga ofzo. Dit was echt zo'n dagelijkse werkgeur. En daarvoor heb ik hem de laatste tijd ook vooral gebruikt. Ja, gewoon echt te vaak ook. Ik denk dat mensen om me heen dachten, heb je nu weer al die geur op? Yes, ik heb hem speciaal opgemaakt. En waar ik wel spijt van heb dat hij op is, is mijn Jimmy Choo Choo Flash. Jimmy Choo, maar ik zeg Choo Choo altijd.
Er zit hier echt iets van zeep aan of zo. Mijn hele hand zit onder de zeep. Jimmy Choo zijn gewoon heel lekkere geuren. Ik heb ook nu die blossom nog en de roze versie hiervan. Ik vind de paarse versie wel iets beter dan de roze. Maar een heel lekker parfum. En de doos eromheen hiervan was ook heel mooi met glittertjes en zo. Dus dat heeft ook wel een meerwaarde. Maar twee parfums opgemaakt. Hopsa. Altijd recycleren. Ik heb altijd hier trouwens drie bakken voor mensen die dat nog niet doorhebben. Ik heb een vuilnisbak, een PMD dus voor plastic. En ik heb een papier / glasbak waar ik alles in dump. Dus dat hoor je steeds als ik hier bezig ben. Ik heb ook wat nagellakjes uitgezocht nog een keer. Die ik wegdoe. Ik laat ze even heel snel zien. Dat was eigenlijk niet 100% de bedoeling dat dit nog in deze video kwam. Want dat had ik eigenlijk nog gedaan toen ik de vlogs aan het maken was. Maar ik ben het vergeten te laten zien. Dus bij deze zien jullie ze nu nog even langskomen. Reden, ik heb echt al mijn lakjes op mijn nagels geprobeerd. En die gewoon niet mooi droogden, niet mooi lakten meer. Omdat ze bijna leeg waren of oud waren, die heb ik allemaal weggedaan. Dat is een beetje de samenvatting van hoe dat tot stand gekomen is. Dan heb ik wat minietjes opgemaakt nog. Even kijken. Deze Pure Bleu Oog Make-up Remover van Yves Rocher. De Clinique Take the Day Off Make-up Remover for Lids, Lashes en Lips. Deze is half olie, half product. Dus vind ik iets minder fijn, maar ik heb hem wel opgemaakt. En nog een mini micellaire water van Yves Rocher. Deze twee waren heel fijn, deze vond ik iets minder. Zo. Dan heb ik deze die ik weggooi. Dit is de Radial Dragon's Blood Cleanser. Je ziet, ik heb er best wel veel van gebruikt, maar hij staat echt al te lang ongebruikt in mijn make-up remover hoekje, zeg maar. Dus ik ga hem wegdoen. Ik vond dit ook geen wow product, anders was ik er niet random mee gestopt. Ik denk dat ik hem vooral ook gebruikt heb, vaak voor kleine dingetjes weg te halen. Maar hij mag nu gewoon weg. Het enige fijne hieraan was dat het zo'n dopper had. Dus misschien ga ik de fles wel bewaren. Dat ik probeer die tekst eraf te halen en kan ik het nog gebruiken voor andere dingen. Dat is altijd wel fijn. Dan heb ik ook nog deze mini hammam douchegel. Komt uit de adventskalender nog. Is een fijn geurtje, maar niet wauw. En deze Estee Lauder Revitalizing Supreme Plus dagcreme is het volgens mij. Anti-age dagcreme. Deze had ik vorig jaar gekregen in een set van mijn moeder met allemaal make-up en verzorging van Estee Lauder. En dit was dus een kleine mini dagcreme. En ik ben er heel zuinig mee geweest. Ik gebruik nu ook nog de oogcreme en het serum. Maar dit is heel duur spul en het was heel fijn in gebruik. Ook de serum die ik nu nog gebruik is heel fijn. Dus deze. En nog drie producten in mijn opgemaakte. Dat helpt niet op vandaag. Om te beginnen deze anti-cernes concealer van Yves Rocher. Wow. Deze had ik gratis gekregen bij de bestelling van mijn adventskalender. Het was een fijne concealer, maar ik zou hem niet per se opnieuw kopen. Maar hij was wel fijn aan deze werk. Dus dat is altijd fijn. Deze mascara gooi ik ook weg van Yves Rocher. Die komt uit mijn reistas. De Sexy Pulp is gewoon al te lang open. Heb ik vaker gehad. Fijne mascara. Basic. En als laatste de Lush Rosy Cheeks Mask. Deze had ik dus geruild voor potjes. Leeg potjes geruild voor een masker. En ja, heel fijn masker. Een keertje wat anders. De Rosy Cheeks. Ziezo, dat was. Ik ga hem even uitwrijven, want het is geen zicht. Mijn bak. Tadaa, hij is weer leeg. We kunnen weer gaan opmaken. Ja, dat was hem. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag voor de volgende opgemaakt of de volgende video terug. Bye bye.